Ik heb gedroomd dat Hans Kesting me belde. Hij zei, in jou zie ik een nieuw talent. Hoe je keek, geconcentreerd naar mij. Zo vanaf die 12e rij, zo'n mimiek in het publiek. Dat ben ik niet gewend. En hij ging maar door en mijn oor begon te gloeien. Over mijn ogen en mijn haren zo precies. Hij zei, jij bent wie ik zoek. Jij hoort thuis op het witte doek. Ik vind je leuker dan Halina of Caries. Dus ik zei, Hans, wat leuk joh dat je belt. Ik heb toen na die show altijd aan jou gedacht. Ik zat inderdaad met veel gevoel daar in die rode pluche stoel. Dus ergens had ik je belletje misschien ook wel verwacht. Oh, maar laten we wat drinken, Hans. Dan kletsen we eens bij. Ik ben benieuwd wel hoe je woont. Maar het mag ook gerust bij mij. En dan beramen we een plan. Ik ga mee, jij stelt me voor. Want ik stel dan iets voor. Nooit meer zingen in het koor. En we gaan samen naar theater. En na afloop vraag ik dan, als we samen kritisch kijken. Hans, wat vond je hier nou van? Vaarwel, lange dagen wachten. Tot er iets gebeurt. Want straks, in mijn dagen en mijn nachten, word ik meegesleurd. Geen massa middenmotenmens. Ik ontspring de dans. Geef mij een kans. Kom nu en kom niet morgen. Kom liever gister dan vandaag. Kom voordat ik in mijn eigen grijs tinten verval.